Vandaag in Ching Ching. De meest succesvolle thriller-auteur van België, Pieter Aspe, laat Annemie zijn geboortestad Brugge zien. Hij neemt haar mee, terug in de tijd van zijn jeugdjaren en naar de plek waar hij zijn eerste boek schreef. Ben je op je 19e alleen gaan wonen of had je zoiets van ik wil op eigen benen staan? Ik ben toen getrouwd en het was van moeten. Dus, op je 19e getrouwd? Ja. Op mijn verjaardag. Op je verjaardag? Ja. Het mooiste cadeau van je leven? Ik zou dat niemand aanraden, nee. Want ik ben ook op mijn 19e vader geworden. Dus, Wow. Ik ben een hartje Brugge vandaag, waar ik een afspraak heb met Vlaanderens meest verkochte thriller-auteur, Pieter Aspe. Jawel. Meneer Aspe. Hallo, dag Annemie. Goedemiddag. Goedemiddag. Met het klokkenspel van het Belfort. Ja. Mooier kan het niet zijn, hè? Nee, maar dat is 4 keer per uur. En als je hier woont, wordt dat wel vervelend. Maar ja. Is het waar? Het is lang geleden van mij. Is het lang geleden. Want u weet als de beste waar Brugge voor staat, toch? Ja, natuurlijk. Het is een heel toeristische stad. Het is een heel mooie stad, uiteraard. Maar als er veel toeristen zijn, maar dat is... Ja, nogal logisch dat die toeristen storen, want die staan overal in de weg. Ja, ja. Die gaan ook voor niemand uit de weg. En als je dan toevallig woont, dan is dat wel vervelend. Of dat wordt vervelend. Ja. Dat wordt vervelend, ja, dat hoor ik wel vaker. Maar uw hart ligt hier nog altijd? Ja, ja, ik kom hier wel niet meer zo vaak, omdat ik nu aan de kust woon. En ik kom hier alleen eigenlijk nog beroepshalve. Ja. Ja. Pieter, jij bent geboren in Brugge? Ik ben geboren in Brugge, ja. Dus eigenlijk in de Moerstraat. Dat is naast de Vette Vispoort. In dat huis heb ik dus heel mijn jeugd doorgebracht. Als hoeveelste kind? Als derde kind, want ik ben redelijk laat geboren. Mijn oudste zus, die nu jammer genoeg gestorven is, die was 16 jaar ouder dan ik. Wauw. En dan mijn andere zus, 7 jaar. En ik ben, ja, toen was mijn vader al 44. Ja. Dus ik ben een laatkomer. Een accidentje? Een accidentje. Een beetje verwend geweest ook. Ook, ja? Ja, ja. Mijn oudste zus is ook heel vroeg getrouwd. Ja. En ze is getrouwd met een Fransman. En op haar 18e vertrokken naar Frankrijk. Toen was ik 2 jaar, dus ik weet daar niet veel meer over. En mijn andere zus, ja, 7 jaar ouder. Als ik 6-7 jaar was, was zij puber. Dus dat contact is ook heel anders. Ja. Dus ik heb mijn twee zussen eigenlijk niet zo goed gekend. Nee. Ze is ook heel vroeg getrouwd. Ja. Zeg, ben je eigenlijk vrij opgevoed of nogal streng? Ik ben heel vrij opgevoed. Ja? Waarschijnlijk. Mijn papa was een heel serieuze man. Allee, streng voor zichzelf. Maar hij heeft me altijd vrijgelaten. Ik weet niet waarom, maar ik mocht alles. Hij had maar één voorwaarde. Ik moest presteren op school. Ah, ja. En dat deed jij? En ik heb er altijd voor gezorgd dat hij tevreden was. Ja. Dus een oké, vlijtige student, maar je zegt heel vrij. Wil dat zeggen dat jij op straat liep en dat jij thuis kwam als je daar zin in had? Of dat je op stap ging als je 12 was? Ja, ik ging bijvoorbeeld mijn zus gaan opzoeken in Zuid-Frankrijk, alleen. Ik was toen 13 jaar. Met de trein? Met de trein, ja. Dan moest ik eerst de trein nemen naar Brussel-Parijs. Dan in Parijs veranderen van station. En dan nog 8 uur of 9 uur op de trein. En dan stond mijn zus mij op te wachten. Dat deed ik vandaag wel alleen. Ja. Dat is iets dat vandaag onmogelijk is. Ja. Ja. Toch? Ik zie het kinderen van 13 jaar niet meer doen. Ik ook niet meer, maar ik heb dat vroeger... Allee, ik ging ook heel veel naar de cinema. Ik heb ongelooflijk veel naar de cinema gehoord. Echt waar? Ook tijdens de examens en zo. Dat mocht allemaal, zolang dat ik het resultaat... Ik mijn 70% haalde. Ja. Ja. En dat lukte. Ja. Fantastisch. Dat is het huis waar ik ben opgegroeid. Dit huis? Nummer 4, ja. Oké. Het ziet er natuurlijk ietsje beter uit dan vroeger, want vroeger was het nogal vervallen, maar ondertussen is dat volledig gerenoveerd. En wat was jouw slaapkamer? Mijn slaapkamer is in de Vette Vispoort. Dus de Vette Vispoort, dat was een beetje mijn speelterrein. Dat is een beluik
met schotshuisjes van vroeger. Ja. En die poort kun je dus s'avonds, ik denk dat het nog gedaan wordt, die wordt dicht gedaan en is volledig afgesloten van de buitenwereld. Oh, geweldig. Dus, dit is eigenlijk een dorp op zich hier. Ja. Hoe hierin? Natuurlijk. Dus Godshuis, de vette vispoort, 16e eeuw. Ja. Dus dit is een heel, heel oud gebouw. Ja, dat is een heel oud gebouw. Maar het huis van dat daar aan het eind van de vette vispoort, dat is het huis van Vanin, het personage uit de boeken. Oh, en dat is een origineel 16e eeuw huis. Ik heb hier tenten gebouwd en met de fiets leren rijden, al die dingen. Oh, op de kasseikens. Ja. Ook niet simpel, denk ik. Dat was allemaal van mij, ik was het enige kind hier. Het waren allemaal oude mensen, ja. Dat is ook wel... En al, al die oude vrouwtjes waren enorm lief voor mij. Ik mocht daar gaan snoepen en gaan eten. En, Je was de knuffel van iedereen. Ik deed ook een beetje de boodschappen voor die mensen, ja. Ja. En dan vroegen ze mij, wil je dat of dat meebrengen? En dan mocht ik binnenkomen, kreeg ik een snoepje of bakten ze pannenkoeken, dat soort dingen. Of kreeg je daar centen voor misschien ook? Centen, dat is pas later geworden. Ja? Wanneer, heb jij zakgeld gekregen als kind? Ik kreeg altijd zakgeld, ja. Van heel vroeg, ik denk van mijn 7e jaar, kreeg ik zakgeld. Wauw. Dat was wel niet zoveel, maar dat werd dus aangepast. Met ouder worden, ik moest er nooit om vragen. Dan zei mijn moeder, vanaf nu is het zoveel. En moest je er iets voor doen of kreeg je het zo? Als ik iets deed, kreeg ik iets extra. Want mijn moeder was dus heel bang van elektriciteit. Die durfde dus de radio niet aan te steken. Oh. Ik moest dat doen. Stofzuigen moest ik doen. Allee, ik moest dat niet doen, maar dan vroeg ze dat heel lief. Wil je stofzuigen? En dan kreeg ik extra. Fantastisch. Ja. Een koelkast open doen durfde ze niet. En waar kwam die angst vandaan? Heeft ze ooit aan de stroom gehangen met haar vingers? Ik heb het haar nooit gevraagd, maar ze was doodsbang van... Dus strijkijzers... Ook niet? Dat deed ze niet. Dat was met zo'n ouderwetse strijkijzers dat je nog moest op de kachel opwarmen. Ja. Daar deed ze de strijk mee, maar we hadden een elektrisch ding natuurlijk, maar ze durfde dat niet. Maar heb jij gewoon keiveel geld mee verdiend? Ik heb daar wel iets mee verdiend, ja. Heb je hem mee als je hier rondloopt? Denk je dan aan Toeme? Eigenlijk had ik dit nooit... Had dat bij de familie moeten blijven? Hadden wij hier nog moeten wonen? Ik heb ooit de kans gekregen om dit huis... Dat is het huis van Vanin dus. Dat is een heel mooi huis. Dit is het huis van Vanin. Aan de buitenkant zou je zeggen, dat stelt niet veel voor. Ja? Maar van binnen is dat heel mooi. En ik heb ooit de kans gekregen om dat te kopen. Maar dan moest ik iemand buiten zetten. En dat was een mevrouw, een alleenstaande mevrouw. Ik heb toen gezegd, ik doe dat niet. Oh. Ben je op je 19e alleen gaan wonen of had je zoiets van ik wil op eigen benen staan? Ik ben toen getrouwd en het was van moeten. Dus, op je 19e getrouwd? Ja. Op mijn verjaardag. Op je verjaardag? Ja. Mooiste cadeau van je leven? Ik zou dat niemand aanraden, nee. Want ik ben ook op mijn 19e vader geworden. Dus, wow. Dat is wel een beetje heel jong. Dan zou je kunnen zeggen, ben je dan dom geweest of... Was de liefde zo groot dat je dacht van ik wil nu een kind van deze vrouw? Nee, dat was gewoon een ik dacht bij mezelf, van mij zal dat nooit lukken, zoiets heel naïef. Oh. Nee. Maar het was ook zo'n beetje verboden liefde. Mijn schoonouders die waren daar absoluut tegen. Dus het was ook een beetje een vlucht van als het dan toch gebeurt, dan kunnen ze niet anders dan ons vrij te laten. Ja. Maar dat was niet de verstandigste beslissing. Dat was niet verstandig, nee. Want ja, je zou denken dat je vanaf je 18e gaat studeren. Dat heb je ook gedaan. Mijn academische carrière heeft 5 maanden geduurd. 5 maanden? Ja, wat heb je gedaan? Van politiek en sociale... Hoe heet dat? Pol en Sok. Pol en Sok heb ik ook gedaan, trouwens. Ja. 5 maanden volgehouden. Tot in maart, ja. Van oktober tot maart. En ben je gestopt omdat je dan... Toen was ze zwanger, hè. Oh, mijn god, Pieter. En is dat nu... Ja goed, je ziet de dochter is dat geworden, want je hebt 2 dochters gekregen. Ja, 2 dochters. Hè? Je ziet ze onwaarschijnlijk doodgraag, maar was dat wel een hele domme zet van jou? Als je op terugblikt en je zou het moeten overdoen. Dan zou ik dat proberen te vermijden, ja. Ja. Maar het was ook nog een probleem, condooms, dat was ook niet zo makkelijk te verkrijgen. Dus dacht, dit keer gaat wel... Het zal wel niet raak zijn. Het zal wel niet raak zijn. Oh, Jezus Christus. Ja goed, dan stop je met studeren. Ja. Je hebt geen diploma in je handen. Ja. Wat ga je dan doen om de kosten te verdienen? Ik ben dan beginnen werken als magazijnbediende bij een bedrijf dat plastic buizen verkocht en sanitair. Allee, dat was in het begin dat alles PVC, moet ik eigenlijk zeggen. Dus
dat lood vervangen werd door PVC, dus ja. De afvoer, rioolbuizen, dat soort dingen. Ja. Dat was een groothandel van plastic buizen. Ja. En daar verdiende je ferm de kost mee? Daar verdiende ik niks mee. Ja. Niks mee? Maar ik ben er ook maar 3 maanden gebleven. Ja. 3 maanden? Ja. En na die 3 maanden? Heb ik voor een groothandel van granen en veevoeders gewerkt. Ah, ja. En dat moest ik verkopen in het buitenland. Oké. Okay. En dat was ook mijn ding niet. Ik ben daar 2 maanden gebleven. 2 maanden? En toen? En dan heb ik een tijdje gewerkt voor de zeevaartpolitie. Oké. Okay. Dat heet nu de scheepvaartpolitie, maar dat was als seizoenagent, omdat ze toen studenten nodig hadden. En ik zag er nogal studenticoos uit. Ja. Ik heb daar toen 1,5 jaar gewerkt. Zo lang? Dat viel mee, maar ja, toen was het contract ten einde. Ja. Ondertussen had je al een tweede dochter. Had ik al een tweede dochter, ja. Eigenlijk een zware verantwoordelijkheid dan, hè? Ja. Want je moet een gezin onderhouden. Jouw vrouw werkte niet, of wel? Ja, af en toe een beetje op kinderen passen en dat soort dingen. Oh. Maar ze was kokin van opleiding. Ja. En we hebben ook overwogen om een restaurant te beginnen. Maar ja, dan had je daar geld voor nodig. Dus dat ging ook niet. Dat was het ook niet, nee. Heb jij zwarte sneeuw gezien vroeger? Ja. Er is een tijd geweest dat wij... Ik herinner mij nog dat we 20 Belgische frank hadden. Op een zondag namiddag. En er was geen eten meer, er was niks meer. Oh. En dan ben ik naar de bakker geweest en 4 of 5 koffiekoeken gekocht voor de kinderen. En we hebben gezegd, het is vandaag feest. En toen vroeg Tessa, de oudste, hebben jullie geen zin in een koffiekoek? En toen hebben we gezegd, nee, we hebben geen honger. Oh, erg. En de volgende dag heb ik dus uit pure noodzaak heb ik een bordje aan mijn raam gehangen, koelkast te koop. Dat was onze enige koelkast, 300 frank. En een uur later stond daar een mevrouw en die zei, mag ik die koelkast zien? Ik zei, ja, het staat hier. En die heeft die gekocht voor 300 frank, maar toen hadden we geen koelkast meer. Nee. Dus ja, zo. Zo heb je dat gedaan. Ja. Wanneer zag je terug het licht? Ik had vroeger had ik een soort antiekzaak. En, dat was al zijn 38e job. Hij had ook een antiekzaak. Maar we deden eigenlijk, ik reinigde meubels. Dus ik verwijderde de verf van oude meubels. En dat werd dan weer geboend. En dat zag er dan heel mooi uit. En veel mensen hebben dat op zolder staan, zo'n meubel, zo'n oude kast. En ik kwam die halen, ik haalde die verf ervan. En ik woonde daar en een nieuw slot of een beetje herstellen. En dat was toen een paar duizend frank om dat te doen. En mensen belden daar wel voor. En zo ben ik hier in de Heilige Bloedkapel beland trouwens. De Heilige Bloedkapel, dat is hier. Dat is de Heilige Bloedkapel. En wat ben je hier dan komen doen? Ik was je dan echt concierge, lang concierge. En dat was omdat die pastoor had die advertentie gelezen. En er staan daar communiebanken, biechtstoelen, een preekstoel. Allemaal houten dingen die verwaarloosd waren. En die vroeg mij, wil jij dat allemaal weer opnieuw, het vuil eraf halen en opnieuw boenen en dat het er weer goed uitziet. Okay. Maar dat was een redelijk groot werk. En na een paar weken vroeg hij mij, die conciërge gaat met pensioen, heb je geen zin om dat over te nemen? En toen dacht ik, ik zit eigenlijk in de penarie. Oh, ja. Mijn oudste dochter was toen 12 en de school en dat soort dingen, middelbare school, dus dat werd moeilijk. En hier in Brugge was dat de oplossing, een dak boven je hoofd. We hadden ook een klein winkeltje met religieuze voorwerpen, paternosters en dat soort dingen. En toen zijn we naar hier verhuisd. Hè. Hier heb jij dan gewoond? Ja, ook. Dat huis staat erachter, maar je kunt dat bijna niet zien. Je ziet daar een stukje van de gevel daarachter. Ja? Dat is een deel van het huis, want dat is een redelijk groot huis. Hè. Dus nu zijn we hier, dat is de achterkant van de Heilige Bloedkapel. Dat is de woning van de conciërge. Hier heb ik dus 11 jaar gewoond. Hier, ja. Dus nu zijn we hier, dat is de achterkant van de Heilige Bloedkapel. Dat is de woning van de conciërge. Hier heb ik dus 11 jaar gewoond. Hier, ja. In dit huis. Ja. Wauw, mooi huis. Ja, het is een mooi, het is een oud, maar het is niet echt praktisch huis, maar het is een mooi huis. Ah ja. En hier ben ik beginnen schrijven in de tuin.
waar die kruiwagen staat. Is het waar? Hier is het begonnen. Ja? Hier is de succescarrière van de thriller-auteur begonnen. Ja, ja. Hoe oud was je? Ik was toen 40 of 41, denk ik. Dat is laat eigenlijk. Ja, ja. Ik heb wel een aantal pogingen ondernomen vroeger. Toen ik pas getrouwd was, dacht ik al die verschillende 12 stillen, 13 ongelukken. Ja. Ik ga proberen een boek te schrijven, maar dat is me niet gelukt. Ah, ja. Omdat, hoe begin je daaraan? En dan moest ik dat 's avonds doen. En dat duurde te lang naar mijn zin. En ik was niet tevreden, enzovoort, enzovoort. En toen heb ik 10 jaar later, op mijn 30ste ongeveer, ben ik begonnen met kortverhalen. Ah. Ik heb die toen opgestuurd naar Bruna. En ik kreeg een week later een brief terug dat ze die bereid waren om die verhalen te publiceren. Of ik nog verhalen had. Oh. Ik heb er dan een paar opgestuurd. En 2 of 3 weken later kreeg ik alles terug met een vriendelijke brief dat ze het ongelooflijk spijtig vonden, maar de uitgeverij was failliet. Oh. We zijn een tijdje failliet geweest. Allee, failliet in Nederland heeft dat een term. Allee, ze hadden de boeken neergelegd. Ja. Maar Bruna bestaat ook niet meer. Dus toen was het ook niet gelukt? Maar toen had ik toch in mijn achterhoofd van, ik heb dat niet opgestuurd en Bruna is toch een grote uitgeverij, dus het zou me misschien wel lukken. Ja. Want dan is er weer 10 jaar voorbij gegaan en toen heb ik gezegd, die bewuste avond, 1 juli 1993, dat weet ik nog altijd, stond hier een tafel. Ja. Ik heb hier met een duvel, heb ik hier gezet, het was heel mooi weer en 1 blad papier. Ik ben hier begonnen en heb ik bij mezelf gezegd, ik ga nu proberen een boek af te maken en dan zien we wel. Had je meteen een titel? De eerste titel was Het vierkant van de Tempeliers, ja. Maar dat vonden ze te historisch klinken. Dus het is het vierkant van de wraak, wat in feite beter is als titel voor een misdaadroman. Maar was je begonnen met de titel of met het verhaal? De titel is... Klaas. Ik ben begonnen gewoon met een rijke Brugse familie waar dat er een en ander verkeerd gelopen is en het thema wraak wel. Ah ja. Ondertussen ben jij aan je 34ste boek bezig, ja. Als ik mij niet vergis. Ja. En zijn er 2,5 miljoen stuks van verkocht, ja, ja. Van Pieter Aspe. Ja. Dat had je waarschijnlijk ook nooit gedacht. Dat had niemand gedacht. Want ja, jongens, wat een immens succes is dat. Ja, voor Vlaanderen is dat inderdaad nog nooit gedaan, denk ik. Onvoorstelbaar. Ja. Je hebt ook een vast ritueel, hè, als je schrijft. Hoe ik doe je begin, dat? Ik begin om 9 uur 's morgens. Elke dag? Elke dag. En dan tot 12:30. En dan is het gedaan. Echt waar? Maar ik schrijf dus ongeveer 1700 woorden per sessie. Per dag? Dus op die 3,5 uur? En als je dat 60 keer na elkaar doet, dan heb je een boek. Dus je werkt 60 dagen keihard, ja. En dan ga je op verlof? En dan moet je natuurlijk nog... moet ik het opnieuw lezen, de fouten herstellen, dat duurt nog een week of 2. Ja. Dan is het gedaan. En neem je ook echt altijd pauzes tussen boeken? Dan zeg je ook van nu ga ik eens op vakantie met mijn vrouw. Als het allemaal een beetje meevalt voor boek 34, heb ik rond 10 december gedaan. Dat wil zeggen dat ik 2 weken meer vakantie heb dan anders. Want normaal is het 6 weken, het zal nu 8 weken zijn. Geweldig. En heb je een vast tafeltje nog steeds, dat vast tafeltje waar je aan schrijft? Nee, dat is al lang... Allee, ik heb daar heel lang aan geschreven, aan dat tafeltje. En, ja. En op een oude kerkstoel was dat. Geweldig. Ja. Want nu schrijf je boeken al hoe lang in Blankenbergen, denk ik? Dat is nu 17 jaar, ja. En dat lukt alleen daar, aan dat bureau in Blankenbergen? Of kan je ook op een strandstoel liggen, ideeën hebben en beginnen te schrijven? Liefst alleen en op een stoel. Alleen een degelijke stoel en een bureau, ja. Meer, of een tafel, meer heb ik niet nodig. Met zicht op zee? Nee, ik zit met mijn rug naar de zee. Allee? Waarom? Om niet afgeleid te worden. Ik kijk gewoon naar een bruine muur. Dat is het. Oh nee. Is dat dan met heel veel koffie of met al een duvel morgens om 9? Ik heb dat vroeger nog gedaan. Dat was met een duvel en sigaretten, maar ik heb dat allemaal afgeschaft. Ja? Nu komen de sigaretten en de duvel komt om 12:30. Oh, geweldig. Dan komt Bernadette met de plakblokken. Hier, schat. Nee, nee. Je hebt vandaag al hard genoeg gewerkt, of wat? Ik ga gewoon terug naar de woonkamer en daar... Dan zit mijn dag erop. Dan voel ik me als iemand die thuis komt van zijn werk, s'avonds. Voor mij is dat dan avond, heb ik recht op een duvel en een sigaret.
zeg, iedereen is ervan overtuigd dat jij binnen bent, hè. Als je 2,5 miljoen boeken verkoopt, dan is dat zo, hè. We zijn binnen. We staan nu buiten, hè. We staan buiten. Maar kan je een goed leven leiden? Ja, ja, ja. Want als je weet waar je vandaan komt, ja, met je 20 frank die je hebt verdeeld onder 5 croissants, ja, wat een contrast, het is, niet? Allee, ik kan er nu waarschijnlijk de fabriek mee kopen. Ja. Maar moet je jezelf af en toe in de arm knijpen of heb je zoiets van, ik heb dat verdiend? Ik heb dat of prijs je jezelf wel gelukkig? Er is ook geluk bij gemoeid, want allee, een boek schrijven is één ding. Het dan uitgegeven krijgen is een ander ding. En dan nog in Vlaanderen, we zijn tenslotte maar met 6 miljoen. Er kunnen van leven, dan moet een boel mensen die boeken kopen. En dat is heel uitzonderlijk. Dat had ik nooit gedacht. Ik dacht, als ik er zou kunnen van leven, ja, min of meer, dan ben ik al tevreden. Want ik deed vroeger ook wat scenario werken en zo om dat aan te vullen. Mooi. Want nu is het natuurlijk alleen met boeken. Zeg, en hier is het dus begonnen. Hè? Ja, dat is begonnen. Tafeltje. Zeg, water, je hebt sowieso iets met water, hè? Want je bent, ja, naar de zee getrokken. Ja. Na 17 jaar dan, allee, eerst na 19 jaar en 17 jaar, ben jij naar Blankenbergen getrokken. Ja. Waarom Blankenbergen? Aan de haven, omdat wij destijds, ben ik daar gepasseerd op een dag zoals vandaag in november. En de zon scheen en waar wij nu wonen, dat is aan de zuidkant en iedereen zat er in een t-shirt op terras. En ik dacht, wauw. Ik wil hier ook komen wonen, want het is zo beschut, dat stukje aan de haven, dat wij daar komen wonen zijn. Hè. Jij dacht, hier schijnt de zon en, altijd. Ja, en natuurlijk, een haven, dat geeft altijd iets speciaals. Waarom gaan mensen op vakantie en lopen langs de haventjes rond en dat soort dingen? Dat is, ja, pittoresk, dat is beweging. Ook rust, want die zeilboten, dat is rustig. Ja. En al die dingen. En de andere kant hebben we de zee. Dus... Dat is waar. Ja. Nu, er zijn altijd veel mensen die neerkijken op Blankenbergen. Die denken, dan ga je toch in Knokken wonen. Ja, maar Blankenbergen is, sinds ik daar woon, maar het heeft niks met mij te maken natuurlijk, is ongelooflijk veel veranderd. Omdat er, Blankenbergen had een slechte naam, omdat het een beetje vervallen was. En de mensen die hier kwamen, allee, dat was niet direct de mensen die naar Knokken gaan. Maar er is zoveel vernieuwd en gerenoveerd en verbeterd, dat het de sfeer is helemaal anders geworden. Allee, ja. Het volkse is er nog, en dat vind ik wel prettig, dat het nog volks blijft. Maar het is veel netter geworden, de huizen zien er beter. Allee, ze hebben eigenlijk alles gesloopt, daar komt het op neer. Oh ja. Ja. Ligt er ook een boot van Pieter Aspe? Er lag een boot van Pieter Aspe. Er lag er een? Ja, maar die ligt nu op het droge in Zeebrugge. Omdat ik heb die boot gekocht 4 of 5 jaar geleden, maar ik kan er zelf niet mee varen. En dat is ook mijn ding. Dan moet je me eens uitleggen. Je koopt een boot, maar je hebt geen vaarbewijs. Ja, je hoeft geen vaarbewijs te hebben op zee. Alleen voor de kanalen en zo. Ik mocht ermee varen, maar het is een beetje een speciale boot. Die wordt... Nu gaat het komen. Dat is zonder schroeven. Allee. Boot dat, zonder schroeven, ja, dus? Wordt aangedreven met jets, allee, straalaandrijving. Ja. Dus die boot zuigt water op aan de voorkant. Ja. Dat wordt er onder gigantische druk uitgespoten van achter. En dan heb je twee kleppen. En met die twee kleppen kun je dus bedienen welke kant je uitgaat. En dat lukt jou niet? Omdat je moet tegenovergesteld denken. En dat gaat niet? Dat, tot op zekere hoogte gaat dat, maar er is nog een nadeel. Er zit te veel pk op. Dus 500 pk en als je daar iets te veel gas geeft, dan slaat die boot op hol en ik kan dat niet doseren. Als je te veel geeft, dan schiet die gewoon het land op. Heb je dat gewoon in een zotte of in een zatte bui gekocht? Of hoe kom je daar dan bij? Een zotte bui. Daar zijn de bootjes, maar dat is van een ander kaliber. Het is eigenlijk een heel snelle boot, maar het is een houten boot. Ja. En die is speciaal voor mij gemaakt. Door de neef van Bernadette, want die is scheepsbouwer. En die heeft dat helemaal ontworpen. En daar zit al de nieuwste techniek zit daarin, want het is een houten boot. En er zitten twee gigantische beesten van motoren in. En heel dat jetsysteem. Ja. En dan ook nog een keer 1000 liter brandstof. Allee. Maar hij staat dan nu te koop? Hij staat te koop, maar wie koopt dat nog? Dus eigenlijk heb je daar je geld aan verspild? Verspild? Die boot blijft die boot natuurlijk. Heb je nog van die gekke aankopen gedaan in je leven? Dat is het. Want je kan je permitteren wat je wil, toch, hè? Toch niet van die orde, hè. Nee?
Nee. Wat zijn zo dingen waar je geld aan uitgeeft? Ik geef eigenlijk zelden geld uit. Hè. Zelden? Ja. Het enige wat ik ooit mee begon zijn met die beeldjes van Kuifje. Ah ja. Maar ik ben er nu mee gestopt, anders staat mijn huis vol met beeldjes van Kuifje. Dus. Was het ook niet? De meeste boeken krijg ik voor niks. Dus ik heb er al te veel. En voor de rest niks. Pieter, een duvel en een sigaretje, is dat de beste combinatie? Dat is voor mij de beste combinatie. Ik zeg niet de meest gezonde combinatie, maar voor mij is dat altijd de twee samen. Ja. Ja, want als je zegt Pieter Aspen, dan denk je aan sigaretten en aan duvel. Ja. Maar ik rook soms niet. Allee, ik bedoel, er zijn momenten dat ik niet rook. Tijdens het schrijven bijvoorbeeld, rook ik niet. Oh, ja. Er zijn ook heel veel momenten dat je niet mag roken. Dus de trein, vliegtuig. Binnen. Je mag nergens meer roken. En dat gaat jou goed af of word je dan hyperkinetisch? Nee, dat kan ik gerust een aantal uur volhouden. Ah ja, allee. Toch. Bijvoorbeeld een uur of vier, vijf, dat gaat wel. Ja. Maar dan krijg ik toch wel trek in de sigaret. Ja. Hoeveel rook je per dag? Heel veel. En hoeveel is dat? Anderhalf pakje? 40 of zo. Ja. 2 pakjes per dag? Ja. En hoe lang doe je dat al? Hoe oud ben ik nu? 60. 40 jaar. Echt waar? Ja. Ooit gedacht om te stoppen? Ja, ik ben al 3 keer gestopt. Al 3 keer zelfs? Ja. En waarom lukt het niet? De eerste keer was een jaar, dus ik dacht ik ben er vanaf. En ik heb per ongeluk weer 1 sigaret gerookt en het is omzeep. Het is ofwel niks ofwel alles. Alles, ja. Ja. Je hebt nogthans een paar keer gezondheidsproblemen gehad, hè? Mm-hmm. Je hebt denk ik een dubbele hartaanval gehad of zo? Het was niet echt een hartaanval. Ik stond op het punt om een heel zware infarct te krijgen, maar al de slagaders waren verstopt. Ja. Dus er waren 2 voor 100% verstopt, de andere 98 en de andere voor 97%. Dus je zat al met 1 voet in de kist. Ja, en wat hebben ze gedaan? Ze hebben dus gewoon nieuwe leidingen gemaakt. Hè. Je hebt nieuwe aders gekregen? Allee, mijn eigen aders. Bijvoorbeeld, ik wist niet dat dat bestond, de mamialen. Dat zijn dus 2 slagaders. En die dienen eigenlijk voor vrouwen die borstvoeding geven. Dat komt dan in actie. Allee. Maar mannen hebben dat ook. En dat zijn de beste slagaders in je lichaam, want die worden eigenlijk niet gebruikt, bij manier van spreken. Ja. En die hebben ze eruit gehaald en verbonden met de rest. En heb je dan zoiets van, ik weet wel dat roken ongezond is en ik was wel bijna dood, maar we blijven gewoon doordoen. Zoiets, hè. Is dat echt? En denk je dan niet aan jouw geliefde? Ze rookt ook, ja. Ze rookt ook. Dus ze heeft niks te zeggen. Maar nee, als je met 2 rookt, kun je moeilijk... Zeg, jouw ouders zijn relatief vroeg gestorven. Mijn moeder is heel jong gestorven. Ja. Ze was 56. Ja. En mijn vader was 76. Dus ja, dat is ietsje ouder. Hebben ze ooit geweten dat jij zoveel succes hebt? Mijn vader heeft ooit geweten dat ik van plan was om een boek te schrijven. Maar hij heeft nooit geweten dat het uitgegeven is. En ook niet het succes. Dat heeft hij nooit geweten. Dat is wel jammer. Ik vind dat ook heel jammer, maar ja. Er is niks aan te doen. Want ik denk dat die man ongelooflijk trots ging geweest zijn. Maar, amai, het zal wel zijn. Ja. Zeg, ondertussen woon jij al vele jaren, 17 jaar in Blankenbergen, maar niet 17 jaar met de vrouw van je leven, hè? Nee, mijn vrouw is ondertussen ook overleden. Alleen mijn eerste vrouw. En ik ben nu al 10 jaar samen en... 7 jaar getrouwd of 8? Oei, oei, geen fouten maken. Dat ligt heel gevoelig, hè, Pieter. Ik ben getrouwd in 2005. Ja. Dus dat is 8 jaar geleden. Ja. Heeft zij jou positiever gemaakt? Positiever in die zin. Ze doet wel een boel dingen die mijn ex-vrouw niet deed. Allee, mijn ex-vrouw trok zich van niks aan. Allee, van schrijven en zo. Maar nu, ze gaat overal mee. Ze geeft aanwijzingen, moet dat heel voorzichtig zijn. Allee, en je moet dat schrijven! Jawel, dat je moet schrijven! Nee, met het schrijven niet, maar met dingen waar ik best... waar ik op moet letten, mijn kledij doet ze allemaal en dat soort dingen. En de boekhouding en de afspraken en van alles. Ja. Worden jullie samen 100? Dat zou een mirakel zijn, maar... Je bent toch helemaal opgelapt? Ik ben opgelapt en zij heet Bernadette en in Lourdes zijn er mirakels gebeurd. Je weet maar nooit. Hè? Dus, we gaan maar voor, toch? Ja, 100, 95 is ook goed. Hè. We gaan tosten op de 95. Ja, oké. Merci dat je mij Brugge hebt laten zien.
Alsjeblieft. En nog meer succes dan je al hebt, beste Pieter. Dank je wel.